Uiteindelijk wat positief nieuws voor de familie Engel. Ja, de Nederlands-Israëlische Ofir die is sinds gisteravond thuisgekomen in de kibbutz vlakbij Jeruzalem. En dat is net op tijd voor de viering van het lichtjesfeest Chanukka. Ofir was sinds 7 oktober samen met meer dan 200 anderen gegijzeld in de Gazastrook. En vorige week werd de jongen vrijgelaten door Hamas en naar het kinderziekenhuis gebracht, waar hij bijna een week verbleef. En daarna zat hij nog kort in een hotel. En nu is Ofir dus weer thuis. Wij hebben goed contact met zijn opa, Yucha Engel. En hij laat ons weten hoe het nu met zijn kleinzoon gaat. Mr. Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken van jullie hebben heel veel geholpen. Aan de anderen om de kinderen naar huis te brengen. En we zijn heel blij met Ofir. Ofir is gisteren terug naar huis gekomen. En hij moet nu beginnen om weer hun leven opnieuw te doen. Na bijna 2 maanden in een hele slechte, moeilijke gevangenis. Fysiek is hij goed. Maar psychologisch is het een beetje moeilijk. Ja, dat kan me voorstellen dat het natuurlijk psychologisch nog een ding is. Dit is mede misschien wel, of dat weten we eigenlijk niet of het heeft geholpen, maar deze jongen is toen versneld Nederlands. Ja, genaturaliseerd, dat kon. Ja. Er zitten nog meer dan 100 gijzelaars vast, hè? Onder vreselijke omstandigheden. Het enige wat of het heeft geholpen, dat naturaliseren, weten we niet. Wat we wel weten is dat veel van de gijzelaars die al wel zijn vrijgelaten, ja, buitenlandse paspoorten hadden. Dus zeg maar, er wordt onderhandeld met Hamas via Qatar. Dus ja, mogelijk heeft het toch geholpen. Ja, nou toch in ieder geval fijn dat ze ook weer samen zijn voor nu dat lichtjesfeest Chanukka. Ja, dat is heel prettig. Fijn.